Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens de 48e braderie in het Ginneke, die begin september plaatsvond, was er in het Valkerspark extra veel te beleven voor jong en oud. Zo was er een vlooie theater, hapjestenten en een open podium waar iedereen op mocht treden die er de maag voor had. Naast andere activiteiten voor de kleintjes als broodjesbakken en de poppenkast, was er ook een speurtocht naar de schat die leidde naar het park. Kortom, er viel genoeg te beleven. Breda Nu kwam de sfeer proeven.